Oh, wat is dit een mooi avontuur, vriend. Ga je nou met die drone de lucht in? Ja, lijkt me wel leuk. Het loopt gewoon dood, toch? Ja, zeker. Dan kom je bij die sluisjes kom je dan uit, hè? Oh, jongen. Je zou te dronken zijn hier en dan naar huis moeten. In het donker. Niet te vinden, man. Je rijdt het midden, hè, Piet? Nou, dan kom je niet ver bij inhaal met het Peugeotje. Peugeot is 107, dat past me niet. Ik had vroeger een oom, hè, oom Aten Westerhoek, in de tijd van mijn vader. Toen mijn vader zeg maar bij Fongers werkte. En oom Aten, die werkte ook bij Fongers, oom Aten Westerhoek. Maar later werd hij directeur in Amsterdam van de drie versnellingsnaven. Weet je, was een versnelling aan het stuur van de fiets. Die nog steeds bestaan. En die kon niet tegen mensen die hem inhaalden. Nee, dat was echt verschrikkelijk. Dat was een ziekte. Dus elke keer als iemand hem inhaalde, ging hij daar achteraan. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Hè? Vroeger had je ook nog heel veel tweebaans wegen. Dus dat was linkerboel, hoor, met die omaten. Die kon heb je daar ook een beetje last van? Ja, met die lul die zo dicht achter me rijdt, met zo'n Peugeotje. Ja. Pas me niet, nee. Maar wij zijn natuurlijk in onze Lotje van Dijk en gewoon weer ouderwets op pad. Dat is al even geleden weer. Behoorlijk in het geleden. Ja, zeker op deze manier in de Volvo. En dan gewoon een plek in het in de provincie. En we hebben nu gekozen voor, en daar ben ik zo blij mee dat we daar toch overeenstemming hebben gekregen. Weet je wel, onze beide agenten, die waren staan wat in de clinch. Maar we zijn toch tot een overeenstemming gekomen dat er deze keer het Hoge Land centraal staat in de Lotse van Dijken. Ja. Nou, dat vind ik echt geweldig. Maar ja, dat heeft ook wel gelijk een hoge ambitie. Als ik het woord Hoge Land hoor, dan denk ik van ja, dan moet ik ook de hoogte in met mijn drone en zo. Weet je, mooie shots maken. Welkom bij Lotse van Dijken. Hij is Van Dijken. Hij is Lots. En Van Dijken is zijn stem kwijt. Leuk dat jullie weer kijken naar Lotse van Dijken. Ja, blij dat je het raampje hebt dit doen. Ja, nee, dat denk ik vanwege de. Omdat het, dat heb je met die oude auto's, hè? Alles besladen. Ja, het achterraam is. Helemaal gek hoor, ervan. Ja, ik kan er nog geen shot door maken. Het is verschrikkelijk. We rijden nu richting Uskut. Die kant op, weet je wel. Uskut? Kom je bij Noordpolderzeil uit. Kun je even bij koffie drinken bij Jaap Nienhuis. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar hoe is het met jou, Piet? Want mensen vragen zich af: wat klinkt Piet? Piet heeft zijn stem niet. Ja, het gaat niet goed met mij. Ik moet eerlijk bekennen, het gaat, om met Jan Mulder te spreken, het gaat toch altijd weer een stukje minder. En ik voel hem nog steeds, die keel, maar het is niet erg. Je bent niet aanstekelijk, want ik ben net van mijn longontsteking af. Nee, hè? Dat mag niet. Dat link dat we doen natuurlijk. Wat heb je hoed ook weer strak op? Ja, ik heb hem, hij zit goed, hè? Nou, ja, je hebt hem altijd zo strak over je hoofd. Zolang de Vries heeft ook mooi, zo'n grijze. Vind ik ook mooi, grijs. Dag lieve mensen, u ziet het goed. Dit was een live video, dat moet ik allereerst even zeggen. Dit was ooit live. Het stuur zit aan de verkeerde kant omdat Facebook dat in spiegelbeeld doet. Is dit een leuk stukje van ons weer geweest? We zijn nu net live geweest op Facebook. Ja. Ik weet niet of het mooi was. Ik denk dat, ja, ik denk het wel. Jaap Nienhuis. Jaap weet helemaal niet dat we komen, toch? Er is nog iemand geweest die weet dat wij komen. Ik bedoel, als we voor de deur staan, worden we met open armen ontvangen natuurlijk. Weet je wat er wel uitgaat van die mensen die reageren? Warmte. Ja. Mensen reageren wel vol warmte op ons. Ja, dat is waar. Hey. Jacco de Boer zou ons met open armen ontvangen. Ja. Van. Die zegt, wat zijn jullie ook mooie kerels, zegt Jacco. Ja, dat is hartstikke mooi dat jij dat zegt, Jacco. Je hebt ook nog gelijk ook. Ik denk dat meer door jou komt. Nee. Nee? Ik denk door ons beiden. Oh, die komt. Ja, ja. Toch? Ja. We maken dit programma toch samen. Ja, ja, die komt hier. Nou, ik zal eens even met de iPhone een shot maken van de voorkant. Volkant. Nou, dat we ook een beetje zien hoe mooi het hier allemaal is. Oh, en zo. Man, er is helemaal niemand hier. Oh, wat is dit een mooi avontuur, vriend. Ga je nou met die drone de lucht in? Ja, lijkt me wel leuk. Het loopt gewoon dood, toch? Ja, zeker. Dan kom je bij die sluisjes kom je dan uit, hè? Oh, jongen. Je zou te dronken zijn hier en dan naar huis moeten. In het donker. Niet te vinden, man. Nee. Ja, maar is dit open dan? Ik hoop het. Oké, het zielhoes zit dicht. Dat is jammer. Maar nu heeft Piet de raampjes even schoongemaakt. En ik heb de drone geprepareerd. En dan gaan we even wat droneshots maken van de Volvo. Zo hoort het natuurlijk wel, hè. Zoals deze dames, hè. Dat hoort natuurlijk wel, hè. Meneer Van Dijken. Oh ja? Ja. Dat heb ik dan gemist. Zij is een meneer Van Dijken? Ja. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, je bent ook wel echt een meneer.
maar hoe hard rij je nu? Niet veel harder. Ik zie hem helemaal niet, die droom. Nee, hij rijdt achter, vliegt achter ons. Weer ietsje langzamer. Dus. Lukt vanwege het raam. Ik landde wel op het dak. Ja? Ja. Is dat beter dan op de weg? Ik vind het echt uniek, ja. Wat we hebben gedaan nu hier bij het Chilus. Chilus was dan wel dicht. Maar je hebt schitterende beelden met de drone, hè. Jij gaat naast mij zitten in de auto. En die drone die doet gewoon zijn werk. Ja. Zo gaat pas. Nou ja, ik vlieg hem wel. Ik bestuur hem wel. Ja. Moet naar Jaap, niet naar huis. Ja. Die woont daar in dat wit huis. Is het er? Dan weet ik niet of het er is. Ga er wel in mee, ja. Ja. Wie zijn deze dames dan die er nu aankomen? Ja, daar wacht ik al. Gaan jullie katen? Nee, we gaan in banden. Mooi, hè? Ik ben ook in Barf, kennen ze mij. Nee, Oskut zijn we hier, Oskut. Beetje mijn generatie is dat toch even, hè? Schrik je er wel een beetje van, of niet? Ik denk niet dat hij er is. Nee? Moet ik vragen? Weet ik niet. Het is jouw vriend. Nou ja, vriend. Jij bent mijn vriend. Vriend. Ik denk dat het zwaar wordt. Ik denk dat hij er niet is. Ja, wist het niet, hè? Is hij weg? De hordel. Piet die vraagt nu of we ergens kunnen eten. Want hier in het dorp is alles dicht. Dames, kunnen we ook ergens een broodje eten hier? Want ja, wist er niets. Oh, wat vreselijk, ja. Nou, dat is wel de cafetaria. Ja, ik heb geen zin in de cafetaria. Is dat wel? Het is wel heel triest, Piet. Wat, Mio? Nou, het Chilus dicht. En we hebben nu, hoe lang hebben we nu rondgereden? Jaap was er niet. Gaan we nog terug naar Jaap dan straks? Nee, Jaap is de hortop, toch? Ja, maar ze wist niet waarheen. Nee. Nee, je weet ook niet wanneer hij terugkomt. Heb je geen nummer van Jaap? Ja, die heb ik wel toes. Maar dan bellen we hem toch eerst even. Deze gemberthee, die kost €4,95. Is dat duur? Ja. Het is helemaal niet lekker drinken, Piet, of wel? Nee. Toch moet dit er niet af, dan is toch? Ja, dat zou je kunnen doen. Er blijft er weer niks van over, misschien. Moet je dan water bij vragen of zo? En doe nog een beetje heet water bij. In Amerika zou je een refill krijgen, hè? Ja, hervulling. Gewoon een refill. Met koffie ook, hè? Ja. Dan zie je niet. Als Jaap nog niet thuis is, hè? Het Chilus was dicht en al die dingen. Ja. En we treffen hier niemand op straat. Ja. Was dit dan een aflevering? Ja, tuurlijk. Dit was hem dan? Nou, nee. Is dit dan het outro shot wat dit. We nu hebben? Ja. Of is dit gewoon een tussenscène dat wij... Dit is de eetscène, ja. Omdat we eigenlijk niemand gevonden hebben. Precies. Niemand was er. Nee. Kleine stukjes, hè? Deze zomer is al gesneden. Moet er geen boter onder, nou? Ja, Nienhuis in Uskut, de oude weerman. Die kan ons dan vertellen dat er nog weer naar Elfsteentocht komt of niet. Dus dan ga ik nou zijn nummer op zoek. Maar ik ga wel nog niet twee keer voor de dichte deur. Ik vind het toch wel heel wonderlijk, Piet, dat jij productiewerk doet. Dat jij nu produceert eigenlijk.
Het is voor het eerst dat ik Piet aan produceren zie. Ja, jij niet nou zijn uskuts. Dat is hem. Dan ga ik nou bellen. Want Piet wil per se Jaap in de uitzending hebben. Ik weet niet precies waarom. Iets met Nel Stedentocht. Ja, met Nel Stedentocht, ja. Met Jaap is weerman geweest. En die heeft zelf de Nel Stedentocht in 1963 heeft hij die uitgereden. Dus die weet precies van de hoed en de rand. En of er überhaupt ooit wel weer Nel Stedentocht komt. Want ze zeggen dat hij namelijk nooit weer komt. Vanwege de weersomstandigheden. En hoe je het ook bent of keert, mensen. Je hebt wel fors nodig voor de Nel Stedentocht. Moeilijk 200 kilometer klimmen. Hoeveel tapijt zou je daarvoor nodig hebben? Neem niet op, hè? Zie je wel? Ja. Zoveelste keer dat ik bij Nienhuis kom dat hij er niet is. Dus dit item knip ik er weer uit, Piet, denk ik. Want we hebben weer een doodspoor. Pieterburen overlast kunnen we natuurlijk ook doen, hè? Pieterburen overlast? Die vrouw van Pieterburen overlast. Van die, dat is een hele bijzondere vrouw. Die later is zij als solozanger is doorgegaan. Een schitterende vrouw, die weet hier misschien wel waar ze woont. Hey, Astrid. Ze heet eigenlijk Astrid Wevers, maar haar artiestennaam is Gree Parelmoer. Ik denk toch, Piet, dat je dingen moet gaan voor gaan produceren. Want als mensen steeds... Mensen hebben gewoon hun eigen leven, weet je wel? Wie? Mensen. Geweldig om jullie weer samen te zien. Gezellig met z'n tweeën. Die is ook Els Kramer, die heeft ook altijd van die geweldige teksten. Gezellig met je tweeën. Met drie E's, zonder puntjes. In de Volvo. Huh? Ja. Dat is wel een mooi einde ook, hè? De hoofdstraat van Pieterburen. Nou, er is niet echt veel gebeurd op het hoofdraad. Nee, we hebben geen aflevering voor mijn gevoel. Maar toch heb ik er wat van gemaakt, blijkbaar. Ja. Want dit zit erin. Oh ja. Piet van Dijk. Ben je thuis? We komen even langs, ja. Ik moet even een gesprekje met jou. Nienhuis zit erin. Nienhuis via de telefoon. Ja. Ik denk dat ik het heel kort hou, Piet, hoor. Ik heb maar heel uur. Enkel vlees. Met wel. Wat? Met Piet van Dijken. Ja, hij heeft wel dingen gezegd waarvan ik vind dat mensen dat en moeten weten en daar hoop uitputten. De kans wordt wat kleiner. Ja. Dan ben ik ook met, maar dat er niet weer komt, dan ben ik totaal met oneens. Ja, maar technisch was ik er niet heel blij mee. Die telefoon stond heel zacht, kwam allemaal verkeer lang. Ik sta er helemaal niks van met al die auto's. Ja, dat hoort erbij, vriend. Als 33 mensen het leuk vinden, dan ben ik weer tevreden. Nou, dit was hem weer, dames en heren. Ik had hem niet kunnen maken zonder Lodge. En Van Dijken. Ja. Abonneer je ook nog even. Oh ja. En vind hem leuk, hè? Duimpje omhoog. Dat is ook altijd leuk voor onze ratings. Dat is een soort waardering wat je dan geeft. Nou, ik vind de reacties alleen al op live. Die waren al heel veel beloofd. Ik denk dat die live-uitzending nog meer hout slaat dan deze hele montage. Ja? Ja, denk ik. Dat is ook wel. En we hebben natuurlijk de prijzen in Pieterburen even getest, hè? 11,75 voor een schaaltje zalm. En dan ook nog de klapper de vuurpaal. De 4,25 voor... 4,25 voor een glaasje gemberthee. Dat is hoger dan bij ons in de Big City. Ongelooflijk. Dit was hem, jongens. Dank u wel voor het kijken. En we zien elkaar weer. Wanneer zien we elkaar weer trouwens voor de volgende? Oh ja, ik weet hem al. Nou? Onze volgende maken we op 90. Maar jij gaat naar Gran Canaria. Ja, zeker. Maar je komt me toch opzoeken. We maken hem toch samen op Gran Canaria. Ja. In de duinen van Maspalomas. 29 februari. Schrikkeldag. Gaan we maken. Leuk. 100%. Tot dan. Tot dan.